Stanley De Loze is uitgeroepen tot de machtigste Alphenaar van 2018. De voorzitter van het populaire festival Zomerspectakel aan het Meer en mededirecteur van het bekende Alphense bouwbedrijf Van der Werfgroep heeft de voorkeur gekregen boven politiek leider André De Jeu en supermarkteigenaar Edwin ten Brink. Laten we duidelijk zijn dat het Zomerspectakel, wat natuurlijk een begrip aan het worden is hier in Nederland, dat het fantastisch is om van Heineken, van Groningen en Maastricht, al die mensen hier in 3 dagen, 4 dagen binnen te krijgen met Zomerspectakel. Ja, dat is natuurlijk een fantastische tool om het Alphens weer een beetje naar voren te laten komen. We hebben natuurlijk Avifauna Archeon als visitekaartje, zoals ik altijd zeg. Maar dit is duidelijk een visitekaartje geworden. Ik vind machtig sowieso een raar woord. Ik bedoel, macht is natuurlijk nooit een drijfveer of een doelstelling of een... Zoals ze mij betitelen net, passie en gedreven. Ja, als dat in macht vertaald wordt, kennelijk doet men dat. Maar het gaat mij om het gevoel, om de energie, om de passie, om iets gaafs neer te zetten. Of bij Van der Werf, of bij Zomers, of thuis in privé. En ja, dat drijft mij. En dat je dan dingen voor elkaar krijgt door je enthousiasme, door je energie, door je gedrevenheid. Dat valt dan kennelijk op. En waarom heeft hij dan net iets meer macht dan bijvoorbeeld André De Jeu en Edwin ten Brink? Goed, André De Jeu is natuurlijk ook ontzettend goed bezig in de politiek. Edwin is een op en top ondernemer en dat is Stanley ook. En Stanley doet het natuurlijk ook met zijn team van Zomerspectakel. Dat is zo krachtig. Ik weet dat hij naast zijn werk wat voor tijd hij erin moet steken om dit allemaal op te pakken. Natuurlijk met zijn team en met zijn sponsoren een spektakel van te maken. En dat is doorslaggevend geweest. Wie automatisch uit de lijst verdwijnt, is de winnaar van vorig jaar. En die eer komt toe aan de voorzitter van ondernemersvereniging VOA, Erik Carré. Je zei vorig jaar toen je gewonnen had van, ik vind het ook belangrijk dat we als Alphen aan de Rijn zijn, de gemeente Alphen aan de Rijn zijn, beter worden. Is Alphen het afgelopen jaar beter geworden? Ja, dat vind ik wel. Ik heb in ieder geval het gevoel dat we iets trotser zijn geworden. We hebben natuurlijk ook de prijs gewonnen. Wat was het? De tweede gelukkigste stad van Nederland. Nou, dat moeten we met elkaar delen. Dus we maken stappen.